Yes, yes, jongens, we mogen weer. Het is vandaag 22 januari en ik heb het deze maand heel erg moeilijk gehad met het vangen van een karper. Misschien is dat wel herkenbaar bij jullie, maar ik heb er echt heel veel plezier in, dus het maakt allemaal niet uit. Maar ik vind dat het vandaag toch echt wel hoogste tijd is om mijn eerste karper van het jaar te gaan vangen. Ik neem jullie even mee met wat er allemaal is gebeurd deze maand en dan gaan we dan vervolgens nog door naar de prijsvraag. Dan is er nog een bonus prijsvraag. Die is echt heel erg interessant, zeker voor de karpervissende dames onder ons. En ja jongens, ik sta hier weer naast een brug. Echt een hele interessante plek. Hopelijk ligt de vis hier wel. Water is net boven de 5 graden, maar het is vannacht lekker mild geweest. Dus ik denk dat ik een goede kans maak. Ik heb maar een paar uurtjes en dan moet ik alles weer gaan voorbereiden voor de trip naar Frankrijk die morgenochtend begint. Dat is voor de riviervlog. Die ga ik natuurlijk ook weer in 2 talen uitbrengen. Dus dat wordt hopelijk heel vet. Ik heb een hele goede Franse riviervisser bij me. Dus daar ga ik nog zeker wat van leren. En we gaan sowieso genieten. Het wordt een mooie trip. Maar eerst maar eens even een mooie kanaalkarper vangen, jongens. Oké, jongens. Zoals je ziet ben ik nu tijdens het voeren ook even de watertemperatuur aan het meten. Ik vind het altijd fijn om te weten of die aan het stijgen is of aan het zakken. En dat gaat helemaal niet om hoeveel voer erin moet nu. Want ik weet dat het middenwinter is en dat er echt heel weinig in moet. Maar het is wel fijn om te weten of de temperatuur omhoog gaat of omlaag. En wat tijdens het vissen ook echt fijn is, is om de temperatuur te meten. Als je dan iets vangt, dan weet je in ieder geval wat er mogelijk is bij bepaalde temperaturen voor die plek. Dus dat is echt een aanrader. Het geeft vertrouwen en we weten allemaal, vertrouwen vangt. Dus dat is echt een hele goede tip, jongens. Dus even kijken naar wat ik bij me heb vandaag om te gaan vissen. Ik heb als aas geglukte bolletjes, winterbolletjes met, daar zit Baileys in, vodka en gecondenseerde melk. En dat is dan ook de dip, gecondenseerde melk met een beetje Baileys en vodka. Lekker stroperig, blijft goed aan je bommetje hangen en wasemt lekker uit onder water met een mooie melkwolk. Dus dat valt ook nog een beetje op. En super attractief. Maar ik heb hier dus wat groundbait ook. Dat kan ik gewoon makkelijk erbij schieten met een katapult. Er zit ook wat sweetcorn vermalen doorheen. En wat stukjes zoals je hier ook ziet. En daar doe ik dan een beetje van de broodmix ook doorheen. Dan krijg je mooi iets wat je goed kan schieten. Deze is nog een beetje nat, maar dat komt zo wel goed. En als pop-up... Ik ben geneigd gewoon eigenlijk kurkweer te gebruiken. Zeker op plekken waar het heel erg druk bevist wordt. Denk ik dat ze een beetje argwaan hebben voor felgekleurde dingen. Waar veel wordt gevist. Maar weer omdat het zo'n hoge luchtdruk is. En ik denk dat die vissen toch wel wat hoger hangen in het water. Wil ik als ik op de grond vis toch iets opvallends hebben. Waar ze naartoe kunnen zwemmen. Van een afstandje goed kunnen zien. Dus dat is hoe het gaat gebeuren. Ik zal het trouwens even laten zien. Deze zijn al echt een paar jaar geglukt in een heel attractief vloeistofje met veel betaine erin. En dat trekt op een of andere manier aan. Maar dat vinden ze lekker. We gaan het even proberen. We gaan het zien, jongens. Ik laat zo nog wel even de rest zien. En snel even door de hengels erin krijgen. Oké, die ligt mooi op een zacht plekje.
Ja hoor. Oh, ik wou dat Brasems ook in de winter wat rustiger aan waren. Nou ja. Nou oké jongens, dat was helaas weer een platte. Maar ik ga iets nieuws proberen. Dit is een Ziggy. Een Ziggy. Ik heb een tweekleurig stukje schuim erop. Zwart aan de bovenkant. Met maden erbovenop. Die zitten met een maatje 14 weerhaakloze Guru witvishaak erin. En dat is heel mooi, want dan kun je opnieuw blijven gebruiken. Dat laat ik nog wel een keertje zien als jullie dat willen. En die zit op een korte D op een maatje 7 Fang van Nash. Een, ja, wat is dat? Curveshankje. En dan heb ik een klein broodbommetje eraan gedaan. Eigenlijk met voornamelijk brood, allemaal drijvende delen. Dus dan heb je een beetje midwater explosie. En ja, we gaan het zien. Hij zit op 2 meter. Het is hier ongeveer 4 meter diep waar ik hem ga gooien. Dus dan hangt hij mooi midwater. Ik vis eigenlijk nooit met Ziggs. Maar in de winter, als het zo moeilijke condities zijn, dan wil ik het nog wel een keertje een hengeltje bijleggen. Zo. Ja, we gaan eens even kijken of het lukt, jongens. Tot zo. Another platter bites the dust. Waarom? Mugje. Net ook al eentje gedronken, maar die zijn niet zo lekker. Dus ik heb ze liever eigenlijk mijn drankje zonder mug. Oké, jongens, en dan voor de prijsvraag. Je kunt dus een vlog winnen. Dat wil zeggen dat we samen gaan vissen. Of dat nou een dagsessie is, of 24 uur, of alleen een nachtje. Dat maakt me allemaal niet uit. Wat doe ik allemaal? Jij geeft het water op waar je wil gaan vissen. Dan ga ik contact met je opnemen. En dan gaan we samen even kijken hoe we het gaan aanpakken. Ik zorg voor voer en ik zorg voor... een beetje geklungel zoals normaal, maar nee, ik maak dus een video van onze vistocht en onze sessie. Dat is leuk, dan heb je altijd iets voor later om terug te kijken. Of die op YouTube komt, dat mag je zelf weten. Zo niet, dan stuur ik hem gewoon per e-mail naar je toe en dan heb je dat voor later. Zowel, dan vind ik dat heel erg gaaf natuurlijk, want dan kan ik het delen met de andere mensen. Maar dat is helemaal aan jou. Wat nog meer? Ja, je moet er natuurlijk wel wat voor doen. Ten eerste moet je natuurlijk geabonneerd zijn op het kanaal. Ten tweede wil ik graag een e-mail waarin je vertelt waarom jij nou de winnaar moet zijn. Dus ja, super gaaf. Lijkt me heel erg leuk. Nieuwe dingen, nieuwe mensen leren kennen. En ja, een beetje gekkigheid toch? Dus oké, jongens. En oh ja, natuurlijk hopelijk gaan we dan wat vangen ook. Maar... ik laat je dan ook niet achter zonder voer, want ik denk dat ik dan ook twee emmertjes voer op achterlaat. Tijgernoten en bollen. Zodat je lekker door kan gaan na onze sessie. En een beetje kunt door blijven voeren. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie reacties, jongens. Dus ik zie ze binnenkomen. Hier staat het e-mailadres. Dus nog één keer, waarom ben jij de winnaar? Dat moet erin komen. En ja, voor de rest hoef je alleen maar geabonneerd te zijn. Dus heel erg makkelijk. Maar ja, kijk ernaar uit, jongens. Wie weet gebeurt er nog wat. Ik hoop het. Zo niet, morgen zit ik weer onder een brug. Samen met een maatje. Die ik al erg lang ken. En ja, over een paar dagen zit ik weer met Bart. We kennen hem wel, Bart van de België video. En ja, super gezellig. Dus we doen er alles aan om een mooie wintervis te verpakken hier. Maar het is even een beetje taai. Maakt niet uit. Leuk toch? Oké, jongens. Dat was hem dan. En tot zo. Eet smakelijk. Vijf en half graad. Nee, zie je? Toch 4,7. Heb je het? Ja.
gezellig met mijn maatje Tinus. En dat is waar het allemaal mee begon, want Tinus en ik gingen voor het eerst samen karpervissen. Hoe oud waren we toen? Ja, eerst forellen, hè, in Frankrijk. Ja, oké. Okay, ja, eerst vorentjes, brazen. Ja, ja, ja. Op een gegeven moment viel ons oog op de karper en er is het nooit meer vanaf gekomen. Ja, hij mag nog wel een beetje snoep vangen, maar heel af en toe. Ik hoef het dan maar niet. Nee. Maar oké, dus we gaan dus op de brugplek even proberen in, wat is het, nog geen 5 graden water, proberen een mooie winterbak te strikken. Juist. En het idee is dat we links en rechts gaan zitten. En nu is het tos om wie... Wie de plek links of plek, rechts. Dus juist. Laten we uitgaan van linkerplek is voor degene die wint. Dat maakt niet uit. Ja. Links of rechts maakt niet uit. Ja. Oké, dus dan gaan we dan, jongens. Komt ie. Kom maar. Oké. 1, 2, 3. Oké, dat is gelijk. Oh, je moet vingers opsteken. Ik dacht met een muntje. Rock, paper, scissors, toch? Ja, daar ken ik hem niet op. Yes, yes, mensen. We liggen eindelijk in. Ik denk dat het een uur of 6 is. En terwijl ik praat, krijgt Tinus beet, volgens mij. Was jij dat goed? Nee, volgens mij. Dit zou kunnen, trouwens. Ja, nou, ik weet het niet, want je zat er niet echt tegenaan. Oké. Okay. Even kijken dan maar. Ja. Nou, dat was natuurlijk gewoon een geintje, want dat was het wel. Om het wakker te maken. Ik weet het echt niet, trouwens. Hoor. Maar daar hebben we Martinus. Hoe gaat ie? Hoi. Ja, goed, goed. Het moet spannend worden. Het is spannend, jongens. En dat is het ook. Maar het is ook heel lawaaierig. Dus ik ga op deze plek niet al te veel zeggen. Even kijken nog. Daar liggen mijn hengeltjes. Die liggen de andere kant op. Maar ik ga dus niet al te veel zeggen. Als er een vis aan hangt, dan ga je niet zeker zien. Ik ben natuurlijk wel aan het opnemen om de aanbeet erop te krijgen. Dus hopelijk, jongens. Fingers crossed. Komt er een mooie koude bak uit. Het is minder dan 5 graden water en niet makkelijk. Maar we liggen scherp te vissen. En zolang er geen ijs ligt, is alles mogelijk. Dus tot zo. Nou jongens, dat was hem dan. 10:30, we gaan inpakken. Tijd voor een lekker warm bed. Over een paar dagen weer even. Andere plek. Er staat hier veel stroming en Dankjewel, Tinus. Ja, jij ook, hè. Oké, was gezellig even weer. Maar dikke plank dus. Maakt niet uit, over een paar dagen weer lekker vissen. Gaan we het op een andere plek proberen. Hier even door blijven voeren. Gaan we het nog een keertje proberen op een ander moment. Maar voor nu, lekker naar huis, warm bed. Oké, jongens, even een kleine update. Het is bijna lunchtijd, er is niks gebeurd eigenlijk. We hebben net even bezoek gehad van de gast waarmee ik ga vissen op de rivier volgende keer. Bart gaat hem zien, ook mee. Oké, mensen, nu draait hij wel. Oké, top. Oké, nou, hoe laat is het? 2:30 of zo, denk ik. Yep. Yes. Helaas nog geen karper. We hebben wel allebei aandacht van witvis en of lijnlopers gehad. Maar voor de rest is het niet echt bijzonder veel. Maar wel gezellig. Super gezellig. Ja. En nou, er is net een windje opgestoken. Ik heb een pan ettersoep op, dus misschien zet hij nog wel door ook. maar buiten dat, even toch nog terugkomend op de prijsvraag. Ik zat te denken, naast de vlog met mij kun je ook nog een bonusprijs winnen. En dat is een geheel verzorgde avond diner met onze beste Bart. Dus, topchef. Topchef. En dan wel het liefst vrouwelijke inschrijvers voor die bonusprijs. Ja, het liefst wel. En het liefst wel. Ja, kut. Nee! Nee. Een tipje van de sluier voor het avondmaal. Begin met een P en eindigt op aprika. Dat, oh ja. Dat kan ik heel goed maken.
Dit gaan we echt niet doen. Dit gaan we echt niet doen. Nee. Nee, man. Het liefst wel. We hebben wel inderdaad allemaal kunnen zien hoe goed hij een paprika kan klaarmaken. Ja. Dus ja, nou, ik ben benieuwd. Nog iets speciaals wat je daar hebt toe te voegen? Nee. Okay. Dat de mensen zich meer verheugen in jouw vlog, samen met jou. Okay. Dat is goed. En dan, maar ook daar van die date kan ik natuurlijk ook een vlog maken. Als jullie dat op prijs stellen. En nou, dan heb je gewoon echt een hele vette prijs. Okay, dus dat was voor de vrouwelijke... Karpervissers. Karpervissers? Ja? Is dat het, moet dat wel? Vrouwelijke karpervissers, ja zeker. Ja. Dus ga je dan ook een sessie met hun plannen? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik zeg hun, ik denk ik ga uit van meerdere inschrijvingen. Ja, ik hoop het wel. Ik denk dat ze als... Deze gaan we echt missen, ouwe. Nee. Deze gaan we echt missen. Ik trap er niet het water in. Zo jongens, dit is even voltreffer. Ik heb een warm wateruitlaat gevonden. Bruut. Oké. Snel de hengels in. Ja, ik kan ook nog gewoon de auto mooi in de buurt parkeren. Ik heb dus een helikoptersysteem met mijn hinged stiff rig eraan. En nou, daar is het helikoptersysteem. Kun je het goed zien. En dat laatste gedeelte naar het lood toe is een dun nylon lijntje. Die breekt bij 4 kilo. En daar is een 150 gram padlood. Die blijft mooi liggen, denk ik. Er komen flinke boten langs hier. Oké, jongens, fingers crossed. Nou jongens, mijn werk zit erop. Hengeltjes liggen er lekker in. De hengeltjes liggen lekker in. Nou, ik heb ze alle drie verschillend liggen. Er ligt er eentje redelijk ondiep, ik denk op 1,5 meter, dichtst bij de uitlaat. Daar zit dan ook een dikke pop-up aan, want die rotsen daar die zijn echt flink. Dan heb ik nog een hengel een stukje verder uit de kant liggen en die ligt denk ik op 2,5 meter. En dan nog een hengel die net iets verder op het taluut ligt, richting de vaargeul. En ja, ik denk dat daar 3 meter water staat. We gaan het zien. Het zou wel echt heel vet zijn. Er kan hier echt van alles rondzwemmen. Zo groot als je maar kan bedenken. Serieus. Het staat allemaal in verbinding met een hele grote rivier. Dus ja, het zou echt maar zomaar echt een hele brute winterbak kunnen opleveren. Zo, echt hè. Er gaat niet echt heel veel goed in mijn wintercampagne. Zelfs de dingen om het vissen heen. Kijk, net zoals hier. Zeik en zeik nat weer nu. Omdat ik de deur had laten openstaan. En ik was even bij de hengels. En klein buitje. En het ligt helemaal vol. Dus jongen. Maar dat maakt allemaal niet uit. We hebben er plezier in. En ook al vriezen de vingers van je handen. Vallen de tenen van je voeten? Heb je een hele koude neus, net als ik. En dat is echt een unit. Die zou alleen al op de foto kunnen. Ik denk dat ik ook een neuswarmer nodig heb. Want ik heb echt een serieus unit aan de voorkant van mijn gezicht. Maar die is er nog niet. Dus voor alle productontwikkelaars daar, jongens. De gokwarmer. Ik denk dat echt een...
killer uitvinding is. Maar jongens, ik ga jullie zien. Niet vergeten in te schrijven. Ik heb er echt heel veel zin in. Tegen de tijd dat we een vlog gaan maken, zijn die vissen alweer lekker los. Dus ja, gewoon inschrijven. Wordt lachen, jongens. En niet bang zijn, want Bart is echt een hele aardige vent. Tightlines. Shit. Ja, nou jongens, helaas. Het is tijd om naar huis te gaan. Ik heb dus één gemiste aanbeet gehad. En daar baal ik mega van. Maar morgenochtend nog heel even proberen. En als het dan niet lukt, dan was het jammer. Maar dan was er toch echt geen vis op deze vlog. En daar zal ik dan ook echt van balen. Ja, dames en heren. En dan komt het weer tot een eind. En ja, de tip bij deze keer. Ik denk de allerbelangrijkste tip voor de wintervisserij. En zeker in de taaie maand januari is anger management. Waarom kan ik nog even vissen vangen hier? Hoe ga je met je negatieve emoties om? Na zo'n blank. Hey, doe eens normaal, man. Je moet vooral rustig leren blijven. En nou ja, als je dan je onthaakmat bij je hebt, dan komt dat heel goed vanuit. Want ik doe altijd minimaal een kwartiertje mediteren. Om in de karma van de karpengoden te komen. En daarna zeker wat yoga oefeningen. Omdat ik alles soepel wil houden. En ja, en omdat het gewoon indruk maakt en best wel van deze tijd is zo, een beetje yoga zo. Iedereen neemt altijd zijn yogamatje mee overal naartoe. Heel gezellig. Maar tot die tijd, gewoon even, hey! Goed je boosheid in controle houden. Yes guys. Ik vond het super leuk om te doen. Ik heb er heel veel zin in om met jullie te gaan vissen. Doe de inschrijving alsjeblieft. En dames, kom op. Als je iemand weet die karper vist van het vrouwelijke geslacht, laat ze alsjeblieft even een inschrijving doen voor een sessie met Bart. Ga ik die ook lekker vloggen. Yes. Die krijg je van mij. Tightlines.